Eindhoven wordt een living lab. De gewone burger gaat nieuwe technologische ontwikkelingen testen die speciaal voor de zorg ontwikkeld zijn. Coöperatie Slimmer Leven 2020 heeft het project bedacht. We verzinnen niet meer iets achter de tekentafel en vervolgens bieden we het als een product aan. Maar we gaan eigenlijk in de ontwikkelfase gaan we heel nauw bewoners betrekken bij het uitontwikkelen van die technologie. Een van de ontwikkelingen die getest gaat worden is de Skin Vision app. Dat is een mobiele app voor je smartphone waarmee je foto's van een moedervlek maakt. De foto's worden vervolgens gecheckt door de app op verdachte plekjes. Die verdachte plekjes kunnen bijvoorbeeld wijzen op huidkanker. De Skin Vision app biedt allerlei online mogelijkheden voor mensen om een eigen, wat wij noemen een moedervlek CV op te bouwen. Dat betekent dat wij tools aanbieden aan gebruikers om te begrijpen of ze een risicoprofiel hebben, wat voor huidtype ze hebben, maar met name ook tools om heel makkelijk een foto op te bouwen waarin ze de verschillende moedervlekken op hun huid, waar ze zich mogelijk zorgen over maken, in kunnen opslaan. Tijdens Living Lab worden ontwikkelingen getest onder groepen gebruikers uit de regio Eindhoven. Maar er wordt vooral gekeken of de innovaties ook in het dagelijks leven gebruikt kunnen worden. Vroeger was het zo dat als jij een twijfel had over bijvoorbeeld over een aandoening of een moedervlek, dan ging je daarmee naar de huisarts. En de praktijk is dat in een aantal gevallen mensen pas te laat naar een huisarts gaan, waardoor je pas te laat in het medisch circuit terechtkomt. En wij denken dat apps een bijdrage kunnen leveren om mensen eerder bewust te maken van risico's. Ik denk dat de toekomst is dat mensen veel actiever gaan worden in het bijhouden van hun eigen gezondheid. En wat je ziet is dat mensen steeds minder bereid zijn om dat volledig over te geven aan artsen. En ik denk dat het dus de toekomst is dat mensen steeds meer tools als Skin Vision krijgen waarmee ze in staat worden gesteld om dat te doen.